Wij openen de Heilige Schrift in het boek Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 8. En we lezen eerst de versen 1 tot en met 12 en vervolgens de versen 26 tot en met 40. Handelingen 8 van 1 tot en met 12. En Saulus stemde met zijn dood en er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En ze werden alle verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En godvrezende mannen droegen Stefanus samen naar het graf en bedreven grote rouw over hem. En Saulus begon de gemeente te verwoesten. Hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. Zij dan die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de menigte hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat ze luisterden en de tekenen zagen die hij deed. Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die er onder luid schreeuwen uit en veel verlamden en kreupelen werden genezen. En er ontstond een grote blijdschap in die stad. En een zekere man van wie de naam Simon was, bedreef reeds hiervoor in de stad toverij en deed het volk van Samaria versteld staan, terwijl hij van zichzelf zei dat hij een groot man was. Allen, van klein tot groot, hingen hem aan en zeiden: deze man is de grote kracht van God. En ze hingen hem aan omdat hij hen lange tijd met toverijen versteld had doen staan. Maar toen zij Filippus geloofden, die het evangelie van het koninkrijk van God en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden ze gedoopt, zowel mannen als vrouwen. Gaan we nu naar vers 26 en we lezen tot en met vers 40. En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: sta op en ga naar het zuiden. De weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. En hij stond op en vertrok en zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van Candacee, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om Jeruzalem te aanbidden, keerde terug. En hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tegen Filippus: ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde er naartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei: hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las was dit: hij is als een schaap naar de slachting geleid en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen en wie zal zijn afkomst vertellen, want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamer antwoordde Filippus en zei: ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. En terwijl ze onderweg waren, kwamen ze bij een water. En de kamerheer zei: kijk, daar is water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei: als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden en ze daalden beide af in het water, zowel Filippus als de kamerheer. En hij doopte hem. En toen ze uit het water opgekomen waren, nam de geest van de Heere Filippus weg. En de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod. En terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij in Caesarea kwam. Amen. Hier eindigt de schriftlezing.
Als kerntekst lees ik u vers 35. En Filippus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. De gemeente, Jezus heeft vlak voor zijn hemelvaart zijn discipelen een belofte gegeven. Gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria tot aan het uiterste der aarde. En dit komt er wel heel bijzonder tot uiting in de geschiedenis die voor ons ligt. Wij weten inmiddels hoe er bij het Pinksterfeest in Jeruzalem al vele duizenden Joden tot geloof en bekering zijn gekomen. We lezen daarvan dat door de prediking van Petrus zij verslagen werden, dat is doorstoken werden in het hart. En we weten allemaal dat de Heilige Geest daarvoor het woord hanteert, zoals hij dat ook nu doet. Het zwaard van de Heilige Geest genoemd, waarmee hij onze harten doorsteekt. Eerst heeft hij dat woord gedrenkt in het bloed van de Heer Jezus Christus, Gods Zoon, opdat dat doorsteken van ons hart en leven tot ons eeuwig behoud zou zijn. En wat een geweldige verandering als dat woord zijn kracht doet, dat zie je en dat hoor je daar ook gebeuren. Mannen, broeders, wat moeten we doen? Nou, misschien zit er wel zo'n tobber in de kerk vanmorgen die zegt, wat moet ik nou toch doen om zalig te worden? Nou, het kortste antwoord dat ik u kan geven is dit. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Dat kreeg de stokbewaarder ook te horen in de gevangenis toen hij dacht dat al de gevangenen ontvlucht waren. Maar hier zegt Petrus, bekeert u en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonde en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Bekeert u, dat betekent in dit geval heel eenvoudig. Jullie hebben Jezus gekruisigd, want ze worden schuldig gesteld. Hè? Daardoor worden ze ook doorstoken. Ze worden schuldig gesteld omdat ze hun eigen Messias vermoord hebben. Terwijl God hem hun als zaligmaker heeft gegeven om ze zalig te maken van al hun zonden. Ze hebben feitelijk hun eigen zaligmaker aan het kruis genageld. Nou, daar krijgen ze oog voor. Jezus is geen godslasteraar. Zoals jullie dachten. Nee, hij is jullie Messias. En hij is gestorven om al je zonden weg te nemen. En dan? Ja, dan raadt hij ze aan om zich te laten dopen. Uit kracht van de naam van Jezus tot vergeving van al de zonden. Ook van die zonde. Dat ze Jezus aan het kruis geslagen hebben. En dan staat er zo'n kernachtige die dan zijn woord gaarne aannamen. Met blijdschap aannamen betekent dat. Die werden gedoopt tot vergeving van zonden. Ja, niet zomaar een paar. De kinderen weten het wel. Eerst 3000. Dat is wat. Jullie zijn vanmorgen met velen in de kerk. Maar 3000 is veel meer. Dus dan kun je zien wat de geest kan doen. Ook vanmorgen onder ons. Dat dat woord zijn kracht doet in je hart en in je leven. Misschien voor het eerst of weer opnieuw, hoe dan ook. Als het ons maar alles heeft te zeggen. Om dat woord nu aan te nemen voor wat het waarlijk is, het woord van God. Want daar komt het op aan. Luister, want de Heere spreekt door zijn dienaren heen. Met maar één doel. Om ons zalig te maken. En dat gaat vanmorgen schitteren in de stof die voor ons ligt. 3000. 2000. Ja, dat is nog niet afgelopen. Menigte van mannen en van vrouwen. En dan lees ik en het getal van de discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem zeer. En een grote menigte van de priesters notabene werd tot het geloof gehoorzaam. Oh, het lijkt erop dat heel Jeruzalem straks tot geloof en bekering komt. En dan komt natuurlijk, u begrijpt het wel, de duivel in actie. Stel je voor dat heel nieuw lekker land zalig zou worden. Nee. Dan lees ik in dat hoofdstuk waarmee wij vanmorgen de schriftlezing gehouden hebben. In hoofdstuk 8 vers 1. En er werd er dien dagen een grote vervolging tegen de gemeente die te Jeruzalem was. En ze werden allen verstrooid door de landen van Judea
en Samaria. En wat denk je, daar is Filippus, de evangelist, naartoe gevlucht. En dan ontstaat er in Samaria, dat half heidense land, waar de Joden helemaal niet doorheen wensten te reizen. Ze gingen met een grote bocht om dat godloze Samaria heen. Maar Filippus gaat er naartoe. Jezus is er ook ooit geweest. En toen zijn er ook velen tot geloof en bekering gekomen. Naar aanleiding van het getuigenis van de Samaritaanse vrouw. Dat weet u allemaal wel. Maar nu is Filippus daar. En hij heeft daar grote zegen op zijn arbeid. Maar nu krijgt hij een boodschap van een engel van de Heer. Die zegt tegen hem, sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt, naar Gaza die woest is. En dat terwijl zijn prediking zo gezegend wordt, er staat, en dat hebben we gelezen, grote blijdschap in de stad vanwege de vele wonderen die er gebeuren. Nou, we weten ook dat er blijdschap is in de hemel over één zondaar die zich bekeert en hier komt de een na de ander tot bekering. Ja, u begrijpt ook blijdschap in het hart van Filippus. Als je zoveel zegen op je arbeid hebt, dan kijkt iedere dienst krijgt van Christus naar uit. En dan nu? Nu moet je naar een woest gebied gaan, naar het land van de Filistijnen, naar Gaza, een gebied dat ons enorm aanspreekt natuurlijk op dit ogenblik. We kunnen gerust zeggen, een land dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Moet Filippus daar nou echt naartoe? Ja, want de Heere heeft werk voor hem. Die zegt, sta op en ga. En Filippus gehoorzaamt onvoorwaardelijk. En hij stond op en ging. Dus geen gejamaars dat hij weggeroepen werd uit die stad waar zoveel zegen te behalen was. Nee, en zie staat er dan. En dat betekent dat wij als gemeente er nu heel persoonlijk bij betrokken worden. En zie, we gaan met Filippus mee. Die man die moet dan naar een woest gebied toe. Wat hij er moet gaan doen, hij weet het niet. Maar hij gaat in gehoorzaamheid naar het streek van Gaza toe. Wie krijgt hij daar op zijn pad? Nou, dat blijkt een moorman te zijn. Een kamerling, een machtig heer van Candacee, die over de schat van de koningin was. En die was naar Jeruzalem geweest om daar de Heere, de God van Israël, te aanbidden. Een zwarte man dus, afkomstig uit het koninkrijk Nubië, dat gelegen is in het huidige Soedan, ten zuiden van Egypte. Een voornaam man. Een man die overal de schat was, zo lezen. Dat betekent dat hij de minister was van Financiën. Een man met een grote verantwoordelijkheid en hoog aanzien. En die man, en dat is natuurlijk al een wonder op zichzelf, is van, zeg maar, Ethiopië gereisd naar Jeruzalem om de God van Israël te aanbidden. Waarschijnlijk heeft hij in zijn land Joden ontmoet, die kun je overal vinden, overal waar geld te verdienen is. Daar zijn Joden, dat was toen zo en dat is nog zo. En zo zal hij van die God gehoord hebben en het zal hem aangesproken hebben. Waarschijnlijk heeft de Heilige Geest al in zijn hart gewerkt. Dat er een verlangen is geboren om die God van Israël te leren kennen. Maar ja, hoe moet hij in dat heidense land die God leren kennen? En daarom reist hij naar Jeruzalem toe. Naar het huis waar de God van Israël woont, naar de tempel. En dan was er bij de tempel een speciale voorhof gemaakt voor de heidenen. Daar konden ze dus terecht om te aanbidden, want verder mochten ze nergens komen. Ze waren onreine heidenen, onbesnedenen werden ze ook genoemd. En daar gaat hij de God van Israël aanbidden. We hebben dat gezongen. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lofgetuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Maar toch, die man heeft daar niet gevonden wat hij zocht. En hoe komt dat nou? Nou, hij was op het verkeerde adres terechtgekomen. Natuurlijk was hij terechtgekomen bij de tempel, de officiële plaats van de eredienst van de Joden. En daar heeft hij heel veel vrome mensen ontmoet, priesters en schriftgeleerden en fariseeën. Maar al die vrome,
al die godsdienstige mensen. Dat waren vijanden van Jezus, de Zoon van God. Nog maar kort geleden was Jezus in die stad Jeruzalem verworpen door de Joden. Hebben ze massaal gebracht naar Golgotha, waar ze hem gekruisigd hebben. Maar in diezelfde stad is de Heilige Geest uitgestort geworden. En zo zijn we de preek begonnen. De Heer heeft daar geweldig gewerkt. Maar wat was het antwoord geweest op de uitgestorte liefde van God? Er kwam een grote vervolging. Saulus van Tarsus ging de gemeente van Jeruzalem uitroeien. Er bleef geen gelovige meer over. Ze moesten allemaal op de vlucht slaan. En omdat hij niks meer te doen had in Jeruzalem, vroeg hij papieren aan de Joodse raad of hij naar Damascus mocht. Want daar waren heel veel gelovigen naartoe gevlucht om daar eens orde op zaken te stellen. En die papieren kreeg hij natuurlijk. Hoe eerder dat zaakje uitgeroeid werd, hoe beter het was. Nou, in dat Jeruzalem is deze man terechtgekomen. Dus, een plaats die leeg was van Jezus. Ja, het was zelfs zo erg dat het de discipelen verboden was om de naam van Jezus zelfs te noemen. Dus zij is daar vele dagen geweest. Maar hij heeft de naam van Jezus nooit gehoord. Kunnen wij toch geen voorstelling van maken? Wij worden van onze kindse jaren al met de naam van Jezus grootgebracht. Tenminste, dat hoop ik van wel. Jezus is de goede herder. Dat is een liedje dat zongen wij al toen we kinderen waren. Die naam is namelijk de enige naam die er onder de hemel, onder de mens is gegeven, door welke wij zalig moeten worden. Wij kunnen ons toch niet voorstellen dat je daar in Jeruzalem geweest bent en dat je de naam Jezus niet hoort noemen. Ik hoorde een uitspraak: waar Jezus niet gepreekt wordt, zal geen mens tot geloof en bekering komen. Daarom is het altijd van levensbelang dat als u in een kerkdienst zit, dat u die naam van Jezus hoort noemen. Anders hebt u geen preek gehoord. Hooguit een geschiedenis op zijn best. Weet je wat Paulus zegt? Hoe zullen zij in hem geloven van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die hun predikt? En hoe zullen ze preken als ze niet gezonden worden? Zoals geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen en van hen die het goede verkondigen. Wat bent u dan een bevoorrechte gemeente? Dat u die naam mag horen prediken. Opdat u en jij in die naam zouden geloven. Die dierbare heiland en zalig maken door het geloof zouden omhelzen. Ons geborgen zouden weten bij hem, bij u, mijn koning en mijn God. Verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Maar ja, die kameling weet niks. Hij gaat weg. Hij moet ook weer naar huis. Met een onaangenaam gevoel. Nou heeft hij een dure boekrol gekocht. De boekrol van Jesaja is de meest uitgebreide boekrol die je maar denken kunt. Hij heeft dus veel geld ervoor over gehad om die Jezus te leren kennen van wie hij niets heeft gehoord. Geestelijke kennis, daar had hij behoefte aan. En nu gaan we horen hoe de Heilige Geest gaat waaien in dat woeste gebied. Want die man die zit te lezen op zijn wagen, is een heel voornaam gezelschap geweest. Maar allemaal rijtuigen met bewakers erbij, met verzorgers erbij. Kortom, een hele kolonne. En nou reist hij in dat gebied waar nu die vreselijke oorlog gaande is. Wij zijn al vanaf 7 oktober daarmee bezig, dag voor dag.
En gisteren is er ook nog weer een wonder gebeurd daar. 4 gijzelaars bevrijd zijn geworden op een miraculeuze wijze. Niemand weet hoe dat is gebeurd, maar dat moet toch heel bijzonder geweest zijn. Als je midden uit een plaats waar duizenden mensen zijn, daar toch die 4 mensen uit weet te halen en veilig en wel aan de ouders en bekenden over kan leveren. Dus ook weer als een wonder God, en we danken hem daar straks ook voor als we het dankgebed uit gaan spreken. Maar goed, hier is ook een wonder gebeurd. Toen al. Want hij is op weg naar huis. In dat woeste gebied, daar gaat dan zo'n handelsverkeersweg doorheen en daar bevindt hij zich op. En wie komt eraan? Daar komt Filippus aan. Die wist niet wat hij moest gaan doen, maar daar komt hij aan en kijk nou, dan komt daar zo'n voornaam gezelschap aan. Komt gewoon naar hem toe gereden. Daar zorgt de Heilige Geest voor. Die man op de wagen weet niet wat er gebeuren gaat. En Filippus weet ook niet wat er gebeuren gaat. En wij zijn er getuigen van wat er gaat gebeuren. En zie, zo begonnen we toch zojuist onze preek. En zie, let op, u wordt erin meegenomen. En wat gebeurt? Hij hoort die man op die wagen lezen, hardop lezen, in de Griekse taal. Grieks was zeg maar het Engels van onze tijd. Toen sprak men als intellectueel Grieks en las men ook boeken in het Grieks. Deze man kende natuurlijk de Hebreeuwse taal niet. Die heeft echt geen Jesaja-rol gekocht in de Hebreeuwse taal. Maar in de Griekse taal, dat noemden wij de Septuagint. Dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament. En Filippus heeft kennelijk ook de Griekse taal gekend, want hij hoort die man hardop lezen. Dan moet je eens voorstellen dat hij daar een heel zwart gezelschap ziet. En in dat woeste gebied. En dat hij dan Jesaja hoort lezen hardop. Die man die heeft niet geweten wat hem overkwam. Maar hij zal toch wel gedacht hebben. Dit kan niet anders als een eigen werk van God geweest zijn. En nou hoort hij een gedeelte wat wij allemaal kennen. Maar dit klinkt wat anders dan wij gewend zijn, omdat het uit de Septuagint is genomen. Maar ik ga het hardop lezen wat deze man hardop aan het lezen was en wat Filippus hoorde. Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid en gelijk een lam dat stemmeloos is voor het aangezicht voor dien die het scheert. Alzo doet hij zijn mond niet open, in zijn vernedering zijn oren weggenomen en wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Is dit niet door de Heilige Geest bestuurd? Geen boekrol van Genesis of Rut of Habakkuk. Nee, laat maar zeggen, de kern van het evangelie. De evangelische Jesaja noemen wij hem. En dan ook nog weer zo wonderlijk geen Jesaja 1 en ook geen Jesaja 40. Nee, wat ons betreft Jesaja 53, waar het gaat om de man van smarten, de lijdende knecht des Heren, onze Heere Jezus Christus. De wind blaast waarin hij wil, hè? Dat is de Heilige Geest eigen. En nu Filippus deze man dit prachtige gedeelte hardop wordt voorlezen, stelt hij de vraag, verstaat u ook wat u leest? Begrijp je het wel? Ja, meer nog, begrijp je het met je hart? Als je daar goed over nadenkt, is dat natuurlijk een hele, ja, gedurfde vraag. Daar komt een zeer voornaam man, welgesteld, het is aan alles te zien. Een intellectueel natuurlijk. En om dan te vragen, begrijp je eigenlijk wel wat je leest? Dat is nogal een vraag, zeg. Maar die vraag durf ik ook aan u te stellen. Jesaja 53. Ik zal het eens even opslaan. Begrijpen we wel wat we lezen?
Weet je waar het mee begint? Wie heeft onze prediking geloofd? Dat is al een aanklacht. Dat is een aanklacht tegen het volk van Israël geweest. Die boodschap van de Heere, de God van Israël, kende. Maar ze geloofden die God van Israël niet. Ze dienden liever de afgoden van Kanaan. En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Wat heeft de Heere geen krachtige daden gedaan onder het volk? Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heere sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven. Houd door haar kracht Gods volk in stand. En dan, hoe is hij naar u toegekomen? Hij is een lood, als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit de dorre aarde. Dat is die lood uit Izee gesproopt. Hij is, ja, waarlijk als een Jood geboren geworden. Maar gestalte glorie had hij niet. Wie keek er naar hem als we hem aanzagen? En nou komt het hoor. Was er geen gedaante dat we hem begeerd zouden hebben? Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het aangezicht verbergt, hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Ben je daar nou wel eens achtergekomen, zou ik willen vragen. Dat onze houding van natuur jegens deze Jezus er een is van wegkijken, zoals wij dat tegenwoordig noemen. Wegkijken. Het is er wel, maar we zien het niet. We willen het niet zien. Dat is iets ergs, hè? Misschien ondervind je het ook wel eens dat iemand zijn hoofd omdraait voor u of voor jou. Dat is mij ook menig keer overkomen. En ik ben maar heel eerlijk, ik heb het zelf ook wel eens gedaan. Ik denk, hé, daar heb ik heel geen zin in om daar nou even mee in gesprek te gaan. Ik kijk maar de andere kant uit. Nou, dat dat nu de basishouding is jegens die dierbare borg en zaligmaker Jezus Christus. En dan zou je zeggen, dan volgt daar toch het oordeel op. Maar dat is het wonderlijke van dat Jesaja 53. Als je dit leest, dan is er eigenlijk niets wat naar God vraagt of naar God zoekt. En dan zie ik daar ineens staan, hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. En dan voorwaar onze ziekte heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheid is hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striem is ons genezing geworden. Nou, dit is het evangelie. Wat deze man zit te lezen. Begrijp je het nou wat je leest? Begrijpt u het nou wat u hoort? En wat u juist hebt horen lezen? Weet je wat die man zegt? Hoe zou ik het kunnen? Indien ik geen uitlegger heb. Dat is eerlijk. Hij snapt het niet. Hij begrijpt het niet. En die man die wil het zo graag begrijpen. Hij wil het met het hart verstaan. Hij had die reis toch niet voor niks helemaal naar Jeruzalem gemaakt. En nu het wonder. Nou is hij onderweg en hij begrijpt niet wat hij leest. En er loopt daar een man en die vraagt hem. Hij loopt naast zijn wagen nog steeds. Begrijp je het ook? Nee, ik niet. En dan smeekt hij of hij op de wagen wil komen. En dat doet hij. En dan zit hij daarbij. En dan zegt hij, ik smeek u. Van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? Hij schaamt dus zich op geen enkele wijze om die zijn onkunde bloot te leggen. Hij gelooft kennelijk ook dat hier een man niet zomaar toevallig bij hem is gekomen. Dat dit de man zal zijn die aan hem vraagt, versta je ook wat je leest, die zelf wel verstand heeft van God en goddelijke zaken. En dit laat ons ook horen hoe onze houding moet zijn als wij deze dingen horen. Bid dan om verstand met goddelijk licht bestraald.
Opdat je inderdaad het mag verstaan wat de woorden inhouden die tot je komen. En wat komen ze toch dichtbij? En wat bedoelen ze ons hart te raken? Het wordt toch niet zomaar gepreekt? God heeft een bedoeling met zijn woord, namelijk dat het geloofd zal worden. Dat het aangenomen zal worden voor wat het waarlijk is. Het woord van God. En dan zo mooi. Ik vind dit het prachtigste gedeelte uit wat we horen. En Filippus deed zijn mond open. En beginnende van diezelfde schrift verkondigde, evangeliseerde hem Jezus. Moet je je voorstellen, het is de eerste keer van zijn leven dat hij de naam van Jezus hoort. Nooit van gehoord. En nu zit er een man Gods naast hem. Heeft die profeet het over iemand anders of over zichzelf? Nee, lieve mannen, je heeft het over Jezus. Gemeente van Reobot. Wij horen die naam soms niet meer. Het is zo gewoon geworden. Of je hoort hem in de wereld noemen, Jezus dit en Jezus dat. God zij dank, God zij dank. Hoeveel keer hoor je het niet? Maar hier een man die voor het eerst de naam van Jezus hoort. Hij verkondigt hem, hem Jezus. Ja, en dan heeft hij hem verkondigd aan de hand van dit gedeelte. Hij is om onze overtredingen verwond. En om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striem is ons genezing geworden. Die man die weet niet wat hij hoort. Hij heeft hem natuurlijk verteld over wat er in Jeruzalem is gebeurd. Dat hij daar gekruisigd is geworden. En dat nou tot doel heeft. Om niet alleen de Joden tot geloof en bekering te brengen. Maar ook een heiden die daar uit dat vergelegen Ethiopië komt. Om de Heere, de God van Israël, te leren kennen. Wel, beste broeder uit Ethiopië. Als je ooit God wil leren kennen, is er maar één naam. En dat is de naam van Jezus. God doet zich kennen in en door Jezus Christus. En op geen enkele andere wijze is er ook maar enige kennis van God mogelijk. En die naam wordt hier verkondigd. Hij zit hier als een heraut op de wagen. Om hem in te winnen voor de dienst aan koning Jezus. Want hij gaat niet alleen vertellen dat hij gestorven is om onze zon. Maar hij gaat hem ook vertellen dat hij is opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. En dat hij door de Heere God, de God van Israël, verhoogd is geworden. En dat hem een naam heeft gegeven boven alle namen. En nou hebben we gehoord in het begin van hoofdstuk 8. Als Filippus het evangelie preekt in dat halfheidense Samaria. Wat daar gebeurd is. Die Filippus is zo vol van Jezus geweest. Daar lees ik en Filippus kwam af in de stad van Samaria. En preekte hen Christus. En de schare, de menigte, hield zich indrachtig aan hetgeen door Filippus gezegd werd. Dat wil zeggen dat ze de prediking van Filippus in het geloof hebben aangenomen. En dan volgt daar kort erop die geschiedenis van die tovenaar. Hè, die ook die mens hun hart had ingewonnen voor tovenarij. Nou, die man die leerde dat hij wat groots was. Maar dan weten we dat door de prediking van Filippus dat veranderd is.
Want dit is dan het antwoord van de Heilige Geest op dat duivelswerk. Maar toen zij Filippus geloofden, die het evangelie van het Koninkrijk van God en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. En dit voltrekt zich nu ook hier op dit rijtuig samen met deze zwarte kamerling. En dan ineens, terwijl hij dat allemaal gehoord heeft, ook over de doop tot vergeving van zonde in de naam van Jezus Christus, uit de kracht van de naam van Jezus Christus, dan zegt hij ineens, kijk nou, daar is water. Water in de woestijn, geloof je dat? Ja, daar zorgt de Heer ook weer voor. Je zou kunnen denken aan een wadi. Als u ooit in Israël geweest bent, dan weet u wat een wadi is. Als je in de woestijn bent, dan zie je soms ineens zomaar stromend water. Of opgedroogd water. Dus een hele rivierbedding gebaand door de stromen die door de regenval van die bergen afkomen, waar geen enkele boom op staat en dat water met ontzettend veel geweld naar beneden komt en daar een nieuwe rivier baant. Nou, daar heeft kennelijk nog water in gestaan. Zie daar water. Ja, en dan? Nou, wat verhindert mij om gedoopt te worden? Nou, eigenlijk staat alles in de weg. Je bent een heiden. Het was een gecastreerde man nog. Een gesneden. Ja. Wat heeft hij eigenlijk mee? En denk nou eens aan jezelf. Wat hebben we mee om zalig te worden? We hebben alles tegen. Maar tegenover u en mijn zwarte achtergrond verschijnt daar het licht der lichten in de Heer Jezus Christus. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. En dat heeft deze man hier gezien. En daar gaat hij nu getuigenis van geven. Want wat zegt Filippus? Oh, kom maar mee, dan dopen we je. Nee. Indien gij van ganser harte gelooft. Zo is het geoorloofd. Dus het geloof is een zaak van het harte. Dat is geen intellectueel gegeven. Je kan nog zoveel van de Bijbel weten en toch vreemd zijn aan de kennis van Christus. Het is een naam zonder wezen voor u of voor jou. Nee, maar God openbaart zich in zijn wezen in Christus. Namelijk als die God die de zonde van u en van jou en van mij op een volmaakte wijze gaat wegnemen. En daar is dat bad van de doop is daar het symbool van. Deze man die gaat onder water. Maar eerst, indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En dan is dit wat hij zegt. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En dan geeft hij bevel om de stoet te laten stilhouden. Ho! En dan dalen ze beiden af in het water. Wat een moment moet dat geweest zijn. En dan memoreer ik nog even dat die man dus zonder dat hij rust voor zijn hart gevonden had terugkeerde. En dat hij daar met de geschrift zit te lezen. Wat hij op zich best wel mooi gevonden zal hebben. Want hij bleef hardop lezen, maar ondertussen snapte hij er niks van. En dat daar dan een dienstknecht van God naast je komt zitten om je Jezus te verkondigen. Dat er hier nu iemand op de kansel staat, zo dichtbij, die je allemaal kan horen, die je allemaal kan zien. Om je Jezus te verkondigen. Kijk, waar dat werkelijk door gaat dringen, tot in het diepst van je ziel. Indien je dat van ganser harte gelooft, dan is het geoorloofd. En dan hoeven u en jij niet meer naar een doopbassin of naar een wadi of wat dan ook.
Nee, dan komt het ineens naar boven. Heere, ik draag dat bloed van Jezus al aan mijn voorhoofd. Dat heb ik eigenlijk nooit goed beseft. En nu dringt het door tot in een diepst van mijn bestaan dat u al beloofd hebt dat het bloed van Jezus Christus God zomaar van al mijn zonden zal bevrijden, zodat ik rechtvaardig voor God ben. En zo volkomen als had ik nooit geen zonde gehad of gedaan. Dan dalen was het waar met Filippus en de kameling af in het water. En jawel hoor, daar gaat die kopje onder. Dan wordt hij met Jezus begraven. In de dood van Jezus door de doop. Kijk, als hij onder water blijft, dan betekent dat definitief het einde. En dat heeft hij verdiend. Maar kijk eens, daar komt hij. En hij is zijn weg, maar blijdschap vervolgt, staat er. Ik denk dat hij al stralend uit dat water is gekomen. Hij geloofde het. Mijn schuld en mijn zonde zijn weggenomen. En dat voor eeuwig en voor altijd. En hij is er zo vol van dat hij geen eens erg meer hebt in Filippus. En Filippus die is zomaar weggenomen door de Heilige Geest. En die treffen we aan helemaal in Asdod. Dat is in het noorden van Israël. Ineens verdwenen van de aarde. En de kameling heeft er geen eens erg in. Het ging ook niet om Filippus, het ging om Jezus en Jezus is in zijn hart. En nu gaat hij met Jezus naar huis. Het is wat hij zat in feite met Jezus op schoot toen hij dat woord zat te lezen. En hij was er blind voor. En nu heeft hij Jezus in het hart. En nu is hij zo blij. Wat zal hij getuigd hebben op zijn wagen? En dan hoop ik hè, dat er velen zijn hier. Ja, liefst natuurlijk allemaal, dat begrijp je wel. Dat er niet één zal achterblijven. Maar dat dit nou de taal van ons hart mag zijn. Kom, luister toe. Gij Godgezinde. Gij die de Heere van harte vreest. Daar heb je dat hart terug hè. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Ik sloeg heilbegeerig het oog naar boven. Ik riep de Heer ootmoedig aan, ik zal met mond en hart hem loven. Hem die alleen mij bij kon staan. Amen. Gaan wij samen zingen van Psalm 66, vers 6 en 10. 6 en 10 van Psalm. Sorry, vers 8 en 10 van Psalm 66.